aantallen van aangesproken die Walvis hier tentoongesteld. En ook het hele verhaal meteen verteld van die Walvis die is aangesproken, maar ook van anderen. Maar je bent niet in de haan. Yo mensen van Ingeltjoers en welkom bij weer een nieuw pretpark. En vandaag bevinden we ons in Sevenum in Nederland. Oftewel, Duiverland. Het is het jongste pretpark, of een van de jongste. 2001 is al geopend. Het is al best groot voor hun leeftijd. Hier hebben we Troy staan, Boosterbike, Dwervelwind en de nieuwe achtbaan Phoenix. En daarom is de ingang nu buiten, naar het nieuwe gebied Port Laguna. En daarvoor zijn we hier eigenlijk, Phoenix. We hebben die nog nooit gedaan. Het is 4 jaar geleden dat we hier voor het laatst geweest zijn. Dus nu ligt de ingang hier en de oude ingang wordt blijkbaar niet meer gebruikt. Maar we gaan naar binnen en we gaan ons hier amuseren. Dus ik zou zeggen, daar zie je, ter camera niet, maar daar zie je al de Phoenix staan. Een windcoaster, dat gaat mijn eerste windcoaster ooit zijn. Dus het wordt een bijzondere dag. Maar we gaan naar binnen. Let's go! Oké, welkom in Duiverland. Wat we gewend zijn, alles heel mooi afgewerkt. Vooral het nieuwe stuk Port Laguna, deze kennen we niet. Het is gelijk de rest van het park. Het gebied van Troy. Je krijgt toch muziek bij het doen? Dan moet je en dan moet je alles pleuren. Oké, we zijn boven aangekomen en dan gaan we vol naar beneden. Let's go! Wow! Dit was Troy. Wat een baan. Troy was al de eerste van de dag. Dat we eerst als eerste tegenkwamen. Maar het blijft echt een topper. Zijn, Great Coast International, dus wat denk je? Maar we zijn nu nog altijd in Troy. Allee, een vallei van Troy. En daar staat het paard. En daar staat Scorpios. We zullen dadelijk eens wat dichterbij komen. Maar het is hier heel mooi. Helemaal naar de mitte Troy. Mijn nummer 2 van Nederland, nu ik Phoenix nog niet heb gedaan, was staat er op 1 Goliath. Maar voor de rest, Phoenix denk ik ook nog hoger, maar dat zie je bij de volgende Duiverland top 10, want ik ga er nog een maken. Als ik Phoenix heb gedaan. Pommelboot Scorpios, die is heel mooi, ook de wachtrij, Madrid is niet zo heel bijzonder. Paard van Troy, die kent iedereen wel. Het land heeft ook nog een kinderspeeltuin met water. Met een beweegbare brug. We gaan hier eens over. Ah. Het Duiverland is heel mooi onderhouden, maar dat is zwemwater, want er wordt echt, gaan ze echt met kleine nal in. Het is anders niet zo'n proper water. Hier heb ik nog
We gaan naar binnen. Het land van thuis. Nog dansen de fonteintjes. En daar hebben we ook nog een waterspelplaats. Die staat er al van 2001. De opening van het park. Een kleine speeltuin. Ja, het is ook nog een stuk voor kinderen, maar eigenlijk is het een familiepark. We gaan binnen het land van thuis en hier was vroeger de hoofdingang. Maar nu dus niet meer. Maar we gaan eens wat attracties doen hier. Softplay, kinderspeeltuin. De Thuis Express wordt de volgende. De kinderachtbaan die er al van 2001 staat. Dat blijft leuk. Oké, welkom in de Thuis Express, de oude boemerang. Die van naam veranderd is. En ja, vroeger waren de boemerangbochten een mooi element van boemerang. Maar nu is Thuis Express, we gaan naar beneden. Oh. Oh, een beetje ruw, maar hij gaat heel snel. Hier, nog een boemerangbocht. Een mooi element is dat hij door de hallen gaat. Een beetje op Okidoki. Dit is ook een voorkomen achtbaan. Laatste helix rond de Big Apple. Nog een klein airtime heuvelje en smile. En de remmen. Toverhuis is een soort kinderattractie. En dat is de spreuk van het huis en van het park, de slogan eigenlijk. Achter slot. En dan heb je een toverstafje. We gaan even verder. En dan richt je daarop en dan gaat het bewegen. Daar is precies een lampje dat. Ah, toch wel. Is er ook nog een buitenstuk, de tuin. Die werkt precies niet meer. Ja. We zullen nu maar naar de volgende attractie gaan. Oké, hier is ook nog iets. Ah, bloemen. En daar. Ja. We gaan naar de volgende attractie. Theekopjes ride. Daarachter wel een vlucht van Syriër. En hier nog een kinderattractie. We hebben daar nog de Harakiri. Die misschien niet open is, ik weet niet. Ook hier is weer alles van heel hoge kwaliteit. Toverland is toch met Efteling de enigste echt prachtig afgewerkte pretpark in Nederland. Als ik me niet vergis, hè, maar ik denk niet dat er een park is die zo'n hoge kwaliteit heeft buiten die twee. Maar ook hier weer bij de Wellenvlug een mooie lamp. Thank you.
mirakelroute. En dan komen ze in de Magic Forest. Villa Fiasco. Villa Fiasco is een cakewalk. Een funhouse waar dat je ook normaal langs kunt. Dus je bent niet verplicht ze te doen. Nee. Fuck you, man. Okay. Mijn hand is een beetje vermoeiend, maar... Okay. En ook wat... Volgens mij draait het normaal automatisch, maar vandaag... Dus, ja. Kunnen we zo even nog eens door het land kijken? En hier hebben we een band en een glijbaan. En dan was het Villa Fiasco. Op naar de volgende. De blitzbaan. Met een heel mooie wachtrij die we niet gaan filmen helaas. Want dan moeten we de normale wachtrij pakken. En het is al heel druk. Maar wij hebben... Ja, iets gefixt waardoor dat we mogen voorsteken. Dus helaas, geen wachtrij. Direct attractie. Het zijn elektrische popcards waar je geen hoogte voor nodig hebt. Drie, twee, één. Let's go! En nu heeft het alcohol ride muziek. Hey! Ingekot. Ja, dat is een heel verbetering, die muziek. En hij gaat niet echt heel rap, maar hij gaat goed tempo. 45 minuten. En je gaat elektrisch. Dus je hebt dus eigenlijk geen hoogte nodig. En remmen doet het ook automatisch. Kijk, nu remmen we af, maar ik geef gewoon gas, dat gaat automatisch. En aan het einde gekomen. Vroeger was dit nog een Hilux, maar die is weggehaald. Oh ja, die muziek stopte in een keer. Okay, maar we zijn nu aan het einde gekomen. Hij is leuk. Dat was blitzbaan. Je zag tijdens de on-ride een beetje van mijn vuist. Dat komt omdat ik met mijn pols heb gefilmd. Maar ja, je ziet je nog genoeg op beeld. Trouwens, deze attractie is een apart soort reuzenrad, maar die is dicht vandaag. Dus we gaan door naar... Daar is trouwens nog een carousel die buiten stond eerst. Maar we hebben nog één attractie hier te doen en dat is Expedition Zork. Dus daar gaan we nu naartoe. Expedition Zork. Daar is Zork. Daar is de Lofloem naar vernoemd. En die spuit af en toe water. Oké. Welkom allemaal op Expedition Zork.
Dit is toch een van mijn favoriete Bumstam-attracties. Hij gaat één keer vooruit, één keer achteruit. Samen met Crazy River de enigste die vooruit en achteruit gaan in Holland. Oké. Ook deze baan is weer heel mooi ingebouwd. En we gaan voor de eerste takel naar boven. Nou. Oké, zie nou de camera goed houden. Oké, we komen hier op een draaischijf. En dan draaien we om. En dan gaan we achteruit naar beneden voor de eerste val. Oké, ready? Let's go! Ja, het water raakt fris. Het water raakt fris, dus ook goed onderhouden het water. Al ziet het er niet zo heel mooi uit. Er zit wel kleur in. En nu gaan we naar de volgende takel waar we ook eerst eens worden omhoog getakeld voor we verder gaan. Oké. Oh. In pan. Oké, nu draaien we. Wat ik wel opvallend vind, want boven worden ook nog een keer boven worden ook nog een keer gedraaid. Dus je zou toch in één keer kunnen draaien eigenlijk. Maar ja, ik denk dat dus omdat mensen niet achterwaarts naar boven willen gaan. Maar nu gaan we naar buiten. En we zijn hier op 15 meter hoogte en daarmee is het toch wel een van de hoogste Bumstam-attracties van Europa. Nu draaien we nog eens rond en dan gaan we... De grote val. Yeah. Oh man. Oh mensen, als ik het wil zien. Jesus, check maar. Ik ben helemaal nat. Jeez. Ah, ik ga de GoPro wel even moeten... moeten droog maken. Amai. Hij is wel terecht nat. Ah. En nu varen we naar het einde, terug naar binnen. Maar dat was Expedition Zorg. Tot de volgende attractie. De magische valhaar. De Booster Bike. Oké, welkom op de Booster Bike. Brommerkis, een gelanceerde achtbaan, daarom dat het zo speciaal is. Enkel in Japan staat er nog zo een met motorkis. Het ook anders. Maar dat maakt niet even niet uit, want we worden gelanceerd! Leuke baan. Hij gaat heel soepel.
airtime, seven. Dat was de booster part. Schitterend onderhouden. Station. Echt heel mooi. Station is ook heel mooi. Het plafond is echt van heel hoge kwaliteit. En de trein.
en de zwaartekracht. En is het onbeurtelijk zeker wat er het toch spannender maakt. Mooie soepele bal. Heel zware trainer die erop zitten. Maar ik vind het een heel leuke aanval. Echt een toevoeging. Echt een toevoeging voor het Duitsland. Leuk aanval. En nu worden mijn motoren terug rechtgezet. Kindergedeelte van de Magische Vallei. De zwaaien mogen. En ook wat. De Genju River. And there we go. Oké, dit is Genju River. Van Afema, oeh, what the fuck. Die we kennen van El Rio in Bobbejaanland en River Quest in Fantasialand. Ja, Afema bouwt goede rapids, dus dit is er ook een. Oké, stopt wel, maar. Ah, dat drukt nog gemaan eigenlijk. Dat is ook heel mooi. Ja, en hij is redelijk nat. Please remain seated. Blijf in zitten. Oké, daar kan ook wel een golf aankomen. Oké. Ja, daar krijgen we de watervallen en die kunnen ook best nat worden. Oké, goed zo, draai je maar. Oké, dat viel ook nog mee. Daar nog wel druppen. Oh, what the fuck, dat stopt niet. Ja, die baby's die zuiken op ons. Ah, nog een paar golven. Ah, er komen er nog een paar aan. Nog een laatste golf. En dan komen we aan het einde. De Genju River. Toch de nummer 1 rapid van heel Nederland. We moeten het takelen. Oké, we zijn aan de lift. Nu zijn we naar de volgende attractie. Nederland bestaat uit vele water survival parcours. En hier kun je ook nat worden. Echt, nog één. Je moet ook echt zien dat je droog erdoor komt. Door een tunnel verlaten we de Magische Vallei. En de volgende wordt Phoenix, toch waarvoor we hier zijn. Ik wil het al een jaar doen. Welkom bij Phoenix, en het zijn mooie treinen erop staan, echt mooi goud. Ik weet niet wie Phoenix is, blijkbaar een vogel. Maar we gaan instappen in de nieuwe Phoenix. Zoals gehoord, een kleine storing.
We zullen nog even moeten wachten tegen de overtrokken zijn. Bij Phoenix is een klein probleem, dus we gaan terug met de lift naar beneden. We zullen later moeten terugkomen. Merlin's Quest. Er is nog een andere nieuwe attractie. Dus die gaan we even doen. Het is ook een stuk dark ride en van voren de lantaarn. Als ik erbij kan, daar zit een veer van Phoenix. En we zullen denken dat we naar daar gaan, maar eigenlijk gaan we naar hier. Is dat ook iets nieuws dan? Ja. En nu zijn we aan het einde van de baan. Op naar de volgende attractie. Welkom op Phoenix. Eerst naar de donkere tunnel. Daar zie je een draak. Als je het kunt zien. Ja. Oké. Daar gaan we op Phoenix. De nieuwste achtbaan van Nederland, denk ik. Ja. De nieuwste achtbaan van Toverland, zullen we maar zeggen. Oké, boven aangekomen en dan maken we nog een bochtje. Yeah. There we go, welkom op Phoenix. Jongens, en daar gaan we, een dive loop. Let's go! Yay! Dus weer een mensen! We hebben een tunnel en een nieuwe land! Yay! Weer een power! Yeah! Wat een topper, Ochiro! Phoenix mensen, topper!
Echt een geweldige achtbaan, deze Phoenix. Echt geweldig. Dat was Phoenix, de allereerste windcoaster van mijn leven. Topper. Allereerste windcoaster van? Mijn leven. Of ik hem leuker vind als strooi, ga je zien in de nieuwe top 10 die ik ga maken. En dat ga je dan zien. Dan zie je of Phoenix op of 2 of 1 staat. We gaan nu naar de uitgang, want dit was de laatste attractie. De achtbaan rijden nog. Maar het zit erop. Dit was Toverland voor vandaag. En ik moet zeggen, ik ben er nog altijd een heel grote fan van. Jong, maar toch wel een heel groot park. We hebben hier Trooi staan, de grootste van de Benelux. Boosterbike, samen met die Tron van Japan, de enigste motorcus. Als trein, of tenminste, ik ken toch niet nog een andere dan die dwervelwind. Hele mooie, soepele baan. Alleen ik zit zo met mijn knieën wat tegen die boksen, dat is wat minder fijn, maar de rest is het een superbaan. En ja, die twee hallen zijn ook nog leuk. De Rapid River is goed, de Wormsmokers zijn goed. En natuurlijk Phoenix. Topper. Ik heb gezegd dat ik een nieuwe top 10 ging maken, maar ik zal het nu even zeggen. Hij is beter dan Troy. Hij is beter dan Goliath. Dus. Dit is mijn favoriet van de Benelux. Phoenix in Duitsland. Het filmen ging heel goed. Want ik kon gewoon filmen met mijn GoPro, nu ik die heb. En we konden voorsteken, we hadden geen wachtrijen. Behalve de waterglijbaan, daar moesten we echt wachten. Dus daarom heb ik enkel de zwarte glijbaan gedaan. Maar het is nu even genoeg geweest. Dit is toch wel de laatste pretparkvlog van voor een lange tijd. We zijn deze zomer naar Bobbejaanland, Walibi en nu Duiveland geweest. Maar het is nu even gedaan. Want de zomer komt op zijn eind. Wanneer deze video online komt, dan zijn we bekend op vakantie vertrokken. Daar gaan we vlogs maken. Die gaan jullie ook zien in september. Maar nu zeg ik tot de volgende video. Later. Nu zijn we weg. Dus, Bami Salami, outro.